Oh, lekker. Enorme rotzooi. Rotzooi, ja. Daarom is het ook belangrijk dat we dat soort zaken zo snel mogelijk van straat krijgen, vooral op avonden zoals deze. Stop drinking. Lady. Ja, meldkamer Ouderkerksplein, een beetje 70, helemaal staanhouding voor alcohol. Vrijdag, einde middag op de Amsterdamse Wallen, oftewel de Rosse Buurt, bekend vanwege de raamprostitutie, seksshows, coffeeshops en cafés. Het wereldberoemde en beruchte stadsdeel van de hoofdstad maakt zich op voor weer een drukke avond. Vriendengroepen, vrijgezellenfeesten, dagjesmensen en toeristen. De buurt wordt ermee overspoeld. Dit zijn Ed en Romeo, bewoners van het gebied. Waar veel mensen de tijd van hun leven hebben op de Wallen, is de leefbaarheid wat hun betreft echter ver te zoeken. Het is natuurlijk altijd wel druk, er is altijd wel reuring. Maar de laatste 8 jaar, vanaf 2013, 2014, werd het echt wel veel te druk. In toenemende mate. Nou, ik vertrek 4 uur 's ochtends van huis om te gaan werken. En juist tegen die tijd zijn de nakomertjes van het nachtleven voor mijn huis. Staan te pissen, staan te poepen, gewoon voor mijn huis. Als de avond valt over het centrum van Amsterdam, lopen we mee met Boa's, Joost en Leon. Het is vrijdagavond, erg druk in de stad. We hebben net een briefing gehad, we gaan zometeen richting het Wallengebied. Aan hun de taak om een avondje Wallen in goede banen te leiden. Ja, wij zijn als handhavers puur voor de leefbaarheid van het centrum. Denk daarbij aan afvalproblematiek, parkeeroverlast. Wildplassen, hier en daar misschien een ordeverstoring, maar ook gewoon hulp bieden aan de mensen die dat nodig zijn. Ibis Hotel. Ibis Hotel. Bij Central Station, het VVV-kantoor uithalen, zeg maar, op straat. That direction, all the way straight. Nou, we zijn aangekomen in ons werkgebied, de Nieuwe Markt. Eigenlijk het centrale punt van het Wallengebied. En ja, zoals je ziet, het is al lekker druk in de omgeving. Dus we gaan het gebied in. Ik denk dat je vanavond heel veel toeristen gaat zien. Toeristen die drinken in het gebied waar het niet mag. Heel hectisch kan het soms zijn. Het is gewoon een druk bezet gebied, heel krap en klein. Er gebeurt eigenlijk altijd wel iets. En vooral op avonden zoals deze hebben we eigenlijk onze handen wel vol aan ons takenpakket. Een van de zaken waar tegen opgetreden moet worden en waar bewoners veel last van hebben, is het dumpen van afval op straat. Ja, je ziet dat zoals hier heel veel zwerfvuil rondom de afvalbakken. We hebben gewoon heel veel last van dit soort zaken. Oh, lekker. Enorme rotzooi. Rotzooi, ja. Kijk, moet je nou kijken, ja. Dat is een Damstraat, hè? Ja. Hoek ouderzijds, ja. Goh, dat is overdag, hè? Ja. Ongedierte gaat erin zitten, dat trekt het kapot, de meeuwen trekken het kapot. Daardoor krijg je heel veel zwerfafval. Ja, afval is gewoon een groot probleem hier in het gebied. En, ja, het is zo zonde, weet je, mensen die vervuilen hun eigen leefomgeving ermee. Ja, meldkamer op de Nieuwmarkt Kluisingen met de Kloveniesburgwal, ter hoogte van de Barnesteeg, ligt ontzettend veel grof vuil, vuilniszakken, een matras ligt er nog bij, dat soort zaken meer. Zou u daar een urgente melding voor kunnen maken bij de reiniging? Want het verloedert wel heel erg het straatbeeld en ik denk dat het nog wel eens voor problemen kan zorgen later op de avond. Stel dat het uitgaanspubliek er wel wat mee wil, kunnen ze ermee gaan gooien naar elkaar, noem het maar op. Daarom is het ook belangrijk dat we dat soort zaken zo snel mogelijk van straat krijgen, vooral op avonden zoals deze. Een andere oorzaak van overlast is alcohol. Dat terwijl er sinds juni 2021 in het centrum van Amsterdam niet meer mag worden gedronken op straat. Ja, je mag niet met geopend alcohol op de Wallen rondlopen. Zowel nuttige als het bijhebben daarvan. Nou, het kan zijn dat er misschien wat minder mensen dan hier expliciet openlijk alcohol gebruiken. Maar het gebeurt er nog steeds en het wordt niet gehandhaafd ook. Hè? Dit, ja. Is hier aan de overkant. 'S Avonds vanaf 7, 8 uur is het al, dan begint het allemaal al. De drukte, het overlastgevende gedrag. Ieder avond. Geschreeuw, geschreeuw, gezang. De bewoners die zeggen natuurlijk dat ze helemaal klaar zijn met de overlast in het gebied. En dat snap ik ook heel goed. Ja, ik kan het begrijpen dat de bewoners er erg last van hebben. Echter, wij kunnen niet elke hoek van de straat zijn. Het duurt deze dienst niet lang voordat de eerste boete wordt uitgeschreven vanwege het overtreden van het alcoholverbod. Een groep Italiaanse toeristen loopt al drinkend over straat. Hier alcohol. Ja.
Hello guys. Gentlemen. Speak English? So and so. Okay. It's not allowed to drink alcohol on the street. Ik heb samen met mijn collega de groep aangesproken. De hele groep luisterde op zich heel goed naar ons. Ze dronken niet verder met het alcohol. You got stop a drinking. Over there, throw it away. Make no it more drinking, make it otherwise empty now. You will be fired. Make it empty. Yeah, make it empty. And throw it in the bin. No more drinking. Lady, stop drinking. Lady. Christiana. Behalve één dame, die vond het toch nodig om nog even een slokje te nemen. Nou, toen heeft mijn collega haar eruit gepikt. En ja, na meerdere waarschuwingen zijn wij natuurlijk ook, stappen we gewoon een keer door. Okay, she will get a fine and she have to pay directly. For drinking alcohol on the streets. We have warned you, all of you. She drinks, so she will get a fine now. Ja, meldkamer Oudekerksplein, nummer 70, helemaal staanhouding voor alcohol. De situatie is onder controle. Die heeft een bekeuring gekregen, die heeft ze paraat betaald. Dus dat houdt eigenlijk in dat ze gewoon, ja, direct op straat heeft kunnen betalen. Ja, Karte, 2 seconds. 95 euro's. Dat is een duur slokje. Het is een heel duur slokje, ja. Alleen we hebben, ja, we stapelen het op. We waarschuwen nog een keer. En als dan iemand er nog voor kiest om dan alsnog zijn overtreding door te zetten, ja, dan moeten wij ook een halt roepen en zeggen van tot hier en niet verder. En we gaan verbaliseren. Yes, have a nice evening. Oké, bye bye. De meeste overtreders van het verbod komen er vanaf met een waarschuwing en worden verzocht hun drank in de prullenbak te gooien. Als er geen prullenbak in de buurt is, zijn Joost en Leon de moeilijkste niet. Give it to me, I will throw it away for you. It's not allowed here. Yep. Nou ja, deze meneer die werkte wel mee, zag alleen geen prullenbak. Dat is op een lollige manier proberen we dan op te lossen en het ook zo klein mogelijk te houden, zodat het niet escaleert. Er mag geen alcohol gebruikt worden. En misschien mag er over een aantal maanden ook niet meer gebloot worden. Dat hier dus ook niet meer op straat gebloot. Je krijgt dus ook allemaal wietwalmen op een gegeven moment je huis binnen. Ik merk wel dat in het Wallengebied bijvoorbeeld, ook op de uitgaanspleinen, dat daar best wel wat overlast is van softdrugs. Je moet veel betere handhaving hebben. Toezicht, handhaven is belangrijk en ja. Dat gebeurt er niet. Wij zijn BOA's in domein 1. We hebben een beperkte bevoegdheid waar wij natuurlijk in handelen. En helaas zit dit soort zaken zitten daar helaas niet in ons pakket. Dus dan is het echt een zaak voor de collega's van de politie om hierop te gaan acteren. Of ik hier nog lang blijf wonen hangt er vanaf. Hangt van de maatregelen die worden genomen, hoe de maatregelen zullen uitwerken. Hoe er gehandhaafd wordt. Ik wil hier op zich wel blijven wonen, maar dan moeten er echt een aantal dingen echt veranderen, want op een gegeven moment trek je het niet meer. Het is te hopen voor Ed en Romeo dat de plannen die er liggen om onder andere ook softdrugs aan banden te leggen op de wallen worden doorgevoerd. Als dat het geval is, hebben Joost en Leon er weer een taak bij. Voor de BOA's zit het werken deze vrijdagavond op. De mannen kijken tevreden terug op de dienst. Ik denk wel een divers dienstje in het, op het wallengebied. We hebben van kleine overtredingen gezien. Veel toeristen op de benen, wat we dan wel merkten. Maar ja, niet hele grote spannende excessen gehad. Eigenlijk gewoon ons reguliere werk tijdens de nachtdienst.